Voor deze caloriearme chocoladetaart met ananas doen we eerst de roomkaas, in dit geval gebruiken we Philadelphia, in een kom. Dan gaat er fijne kristalsuiker bij, kaneelpoeder, bakpoeder, de eieren en uiteindelijk zeef je daar de bloem bij en de cacaopoeder. En dit klop je dan met een mixer tot een glad beslag. Wanneer je een mooi glad beslag hebt gekregen, vet je een vierkant bakblik van ongeveer 20 bij 20 centimeter in. Dat bekleed je vervolgens met bakpapier. En dan verwarm je de oven voor op 190 graden. Het beslag stort je dan in de taartvorm. Dan verdeel je het over het bakblik. En de bovenzijde die strijk je dan glad. En vervolgens bak je dan de taart gedurende 25 minuten mooi bruin af. Laat je het even afkoelen. Haal je de taart uit zijn vorm. En dan laat je het verder afkoelen op een rooster. Dan meng je de mascarpone met de poedersuiker. Daar gaan dan de stukjes ananas bij. Dit meng je wederom. Dat gaat dan over de taart heen. En wanneer je het verdeeld hebt, bestrooi je het nog met chocoladeschaafsel. En dan heb je een heerlijke taart. Eet smakelijk!